Den Haag vangt 760 vluchtelingen op 3 locaties op, schrijft het stadsbestuur vandaag in een brief. De politiek reageert verdeeld over het besluit. Ja, ik ben tevreden dat Den Haag nu laat zien als stad van vrede en recht dat we ruimhartig opvangen. En dat is duidelijk geworden vandaag in de plannen. Naast dat we een grote ambitie hebben voor statushouders, gaan we nu ook ruim een noodopvang bieden in de stad. Dat is belangrijk. Ja, en de brief vond ik echt schokkend. Er stond gewoon letterlijk in dat ze ervan op de hoogte zijn dat mensen geen asielzoekers of statushouders in hun wijk willen hebben, maar dat ze daar geen rekening mee kunnen en willen houden. We hebben niks meer te zeggen. Het college heeft vorige maand aangegeven dat ze meer dan 2000 statushouders willen gaan huisvesten. Dus mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning. Daar krijgen we nu een plan van aanpak van. En daar zien we eigenlijk van die meer dan 2000, van een paar honderd zien we aangegeven waar die gaan komen. En dat is echt nog veel te weinig. Ja, ik ben ongelooflijk trots op onze stad dat we noodopvang gaan bieden aan 600 vluchtelingen. Maar ook dat we daarnaast een begin gaan maken met mensen met een verblijfstatus. We zien dat er nu 40 kinderen naar Den Haag komen. Die gaan ook meteen na de herfstvakantie naar school. En ik denk dat dat een hele goede stap is. PVV-fractievoorzitter Karen Gerbrands vreest dat de vluchtelingen de gemeente te veel geld gaan kosten. Nou ja, het zijn geraamde kosten, 20 tot 40 miljoen op huisvesting. Je kan je afvragen of het daarbij blijft, hè? Want statushouders gaan dadelijk ook gezinsherenigen, dus dat zal ook nog wel verdubbelen. Maar bijvoorbeeld ook 5 tot 10 miljoen op de zorg al. En dan denk ik, als je de begrotingen bekijkt, we gaan de huishoudelijke hulp voor onze inwoners gaan we halveren de komende jaren. Er wordt naar een halvering toegewerkt. En dan gaan we wel zo'n groot bedrag uitgeven aan zorg en begeleiding voor mensen die wij hier naar binnen halen. Dus ik vind, het gaat ten koste van de Hagenaars. Schandalig. In het leegstaande ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het Bezuidenhout worden 600 vluchtelingen opgevangen. Nou, dat betreft noodopvang, daar zijn we niet blij mee. Want we vinden het niet voor de hand liggen in een stad als Den Haag. Maar het is niet anders. Nee, daar zijn we gewoon fel op tegen. Allereerst dat daar in eerste instantie vluchtelingen, de noodopvang plaatsvindt. Dat worden er 600 in één wijk. Dat vinden wij gewoon veel te veel. En we zijn er sowieso op tegen. Maar dan ook nog 600 op één locatie vinden wij veel te veel. En we vinden ook dat bij die statushouders, die mensen met een verblijfsvergunning, daar mag wel wat meer vaart mee worden gemaakt. Waarom zou je niet gewoon de komende weken, dus nog voor Sinterklaas bij wijze van spreken, 1000 tijdelijke containerwoningen neerzetten? Eerder was er sprake van dat de vluchtelingen zouden worden opgevangen in de Prinses Juliana kazerne in het Benoorde Hout. Ja, ik zie daar geen argumentatie over in de brief van het college. Ik weet ook niet of de Juliana kazerne nu uiteindelijk in beeld is geweest. Ik weet dat een aantal rijksgebouwen in Den Haag beschikbaar zijn gesteld door de minister. Blijkbaar heeft het college nu opvangplekken op andere plaatsen gevonden. Maar er zal voor statushouders natuurlijk de komende tijd naar meer locaties gezocht moeten worden. Dus er zullen meer plekken in beeld gebracht moeten worden in de stad. De gemeenteraad spreekt morgenavond over de opvang van vluchtelingen in de stad.